En ik loop heel graag naar voren. De heer van Erp en mevrouw van Erp Ros. Zij dachten dat ze voor elkaar kwamen. Hou elkaar een beetje vast hoor, dat is wel zo goed. Zeg, bij voor de rest is het zo goed. Adem in, adem uit. Voor mij staat een zeer bijzonder echtpaar. Dat zich met al meer dan 45 jaar belangeloos inzet voor het welzijn van zus en schoonzus Joke. Joke is doof en blind en heeft een zware verstandelijke beperking. Al vanaf jonge leeftijd woonde zij in de instelling. En vanaf haar 12e jaar woont ze in zorgvoorziening in Monster. Toen u, mevrouw van Herp, in 1995 het curatorschap van uw ouders overnam, bent u samen met uw man een lange strijd aangegaan met de zorgorganisatie waar de woonvoorziening onder viel. Uw zus kreeg namelijk niet de zorg die goed voor haar was. En samen heeft u gestreden om dit te veranderen tot een kort geding aan toe. U, meneer Van Herp, speelde hierin een belangrijke rol. Het resulteerde er uiteindelijk in dat u samen met een nieuwe directeur van de instelling meer expertise over doofblindheid het instituut is binnengekomen. In de nieuwbouw van de voorziening werd een onderkomen ingericht speciaal voor zintuigelijk en verstandelijk beperkte cliënten. Voor hen is in samenwerking met een externe partij een begeleidingsklimaat gecreëerd waar deze bewoners met veel maatwerk begeleid worden. U heeft hier samen een niet aflatende, stimulerende rol in gespeeld, waarbij u ook altijd de families van de andere cliënten wist te betrekken. En zonder uw inzet had het leven van een hele groep kwetsbare cliënten, waaronder dat van Joke, er heel anders uitgezien. Naast al deze inspanningen is er dan ook nog de gewone zorg voor Joke. Iedere maandag gaat u gezamenlijk met haar op stap, zwemmen en dan gezellig samen een patatje eten. U, mevrouw, heeft een speciale manier van communiceren aangeleerd, zodat u met uw zus kunt communiceren. En uw meneer onderhoudt de contacten met de instanties en bent een onmisbare chauffeur voor uitstapjes. Ook op momenten dat u beide gezondheidsproblemen had, bleef u zo goed als het kon voor Joke zorgen. En samen speelt u een zeer belangrijke ondersteunende rol in het leven van Joke. Meneer en mevrouw van der Herp, ik weet niet wie van u beiden het meest verbaasd is om hier op het podium te staan. En voor mij is het ook heel bijzonder, want het is de eerste keer dat ik een echtpaar doe. Dat u daarom vandaag beide in de schijnwerpen staat voor al die jaren van onbaatzuchtige zorg en liefde, is bijzonder en zeer terecht. Het is mij een buitengewone eer om u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u beiden te benoemen in de Orde van Oranje.